Oké, gaan we verder met tekst B, dat is de paragraaf 3 van brief 80 van Seneca. Hè, dus die geest die kan opstaan, als het ware. Dan gaat hij die fortiori argumenten, als het lichaam daar kan getraind kan worden, kan het geest het helemaal. Gaat hij dat nog eens een keertje uitleggen waarom dat dan zo is? Want het lichaam immers heeft een heleboel zaken nodig. Egere gaat met een ablatief is verplicht. Ut valiat, om te, kunnen we als doel geven, om gezond te zijn. Kon je spreken naar ut. Krijg je met asyneton een antithese, dat noem je ook wel een adversatief asyneton, tegenoverstellend asyneton. Maar de geest juist, die groeit ex se, letterlijk uit zichzelf. Die voedt zichzelf, die traint zichzelf. Zelf kan je er weer bij denken. Dus de geest heeft van alles nodig. Of het lichaam heeft alles nodig, de geest heeft niks nodig. Dat wordt neergezet in een trikolon uiteraard. 1, 2, 3 deeltjes met anafoor van C en C. En deze nog erbij genomen. Asyneton. Gaat hij nog een keertje iets over zeggen. Illis multo cibo multa potiono opus est. Voor hen, dativus, is er behoefte aan, is er nodig. Het gaat altijd met een ablativus, waar de behoefte aan is, of wat er nodig is. Nou, multo cibo, heel veel voedsel. Multa potione, heel veel drinken, heel veel drank. En dan bedoel ik niet alcohol, maar gewoon water, zeg maar. Multo oleo, heel veel olie. Hoezo olie? Nou, bokswedstrijden, denk ook aan worstelaars, werd natuurlijk ingesmeerd met olie om te kunnen vechten. En longa denique opera. Kortom, met een hele lange, ja, letterlijk eigenlijk moeite wordt die bedoeld, verzorging of hulp als het ware aan je lichaam. Dus van alles nodig. Wie zijn die lui nou? Deze lui, dat zijn die boksers uiteraard, hè? Die boksers, die hebben van alles nodig. Eten, drinken, olie en heel veel verzorging. Dat is neergezet, deze opsomming, in een asyneton, zoals je kunt zien. Met een anafoor van multo, multa, multo. Met een trikolon. Het zijn eigenlijk vier delen, heb je gelijk. In 1, 2, 3. Maar omdat dit denique bijstaat, dat is een soort van nagedachte, een soort van samenvatting. Een concluderende opmerking hebben van gemaakt. Kan je zeggen, ja, veel. Die trikolon zit ook in die anafoor van multo, hè. Multo, multo, multo. En dan opeens longa, dus eigenlijk is het een soort van tricolon plus nog een extra stukje. Overigens, dit longa opera is ablativus, hè. Dat kun je misschien niet zien, maar het is wel zo. Het heeft een lange A. Asyndeton antithese, dat gaan we even hier zien. Tibi contingit virtus sine apparatus sine impensa. Maar jouw contingit zal ten deel vallen, het futurum hier, je virtus, je deugd hier, niet je mannelijkheid of je moed of je kracht of wat dan ook, maar in de filosofische context altijd deugd. Dus zal ten deel vallen, of als jij zult krijgen, deugd, sine apparatus, zonder uitrusting, zonder al die spullen die er nodig zijn, zoals hier wel het geval is. En sine impensa, in het woordenboek vind je dat met een M, impensa, dat zijn onkosten of uitgaven. Ingezet met een asyneton en weer natuurlijk anafoor van sine. Hier, multa, multa, multo. Sine, sine. Ook een contrast natuurlijk, een antithese daarin. Zij hebben van alles nodig, jij hebt eigenlijk niks nodig. Ook weer adversatief asyneton daar. Quid quid facit te potest bonum tecum est. Alles wat, dat quid quid, alles wat jou goed kan maken, is letterlijk met jou, oftewel is bij jou, heb je bij je, als het ware. Hè? Dus het zit allemaal gewoon al in je geest en dat je hebt geen fysieke spullen nodig, als het ware. Dat heb ik nog bijgeschreven, sententia, aforisme, dat hebben we tot nu toe nog nooit genoemd eigenlijk, maar dat hoort er wel een beetje bij Seneca. Die is altijd van de kernachtige korte statement waarmee die een opvallende, nou soms een opvallende uitspraak doet, maar of verrassend geformuleerd of scherpe
boodschappen, maar in ieder geval vooral kernachtig. Dat wil zeggen kort en toch veel bevattend. En dat prikkelt en dat houdt de aandacht vast en dergelijk. Soms wordt dat nog gecombineerd met een andere stijlfiguur, zoals chiasmus of asyndeton of paradoxen of zoiets dergelijks. Maar in dit geval, je hebt alles wat je goed kan maken, heb je bij je, punt. Kernachtige korte statement, sententia noem je dat ook wel, of een aforisme. Dus samenvattend, dit stukje gaat eigenlijk vooral over de geest die zichzelf sterker maakt op een hele makkelijke wijze, want het heeft tenslotte niets nodig. En je hebt gezien dat een lichaam het ook kan, vreselijke moeilijkheden uithouden, maar daar heb je wel ontzettend veel training en spullen voor nodig en verzorging, et cetera. Terwijl de geest het allemaal niet nodig heeft, dus die moet het zeker kunnen. Tot zover. Volgende keer verder gaat het over vrijheid. Tot dan.